ik had een paar dagen voordat James mij belde, stelde iemand mij de vraag van, acteert jij eigenlijk nog? En ik zei, ja, dat is echt al wel heel lang geleden, maar mijn leven kan veranderen met één telefoontje. En toen, een paar dagen later, belde James mij en ik dacht, ja, dit is een teken, ik moet dit doen. Maar bij mij was het eigenlijk Kim die belde en vroeg van, ja, James zou u willen bellen over iets, om mee te doen aan dat stuk. Zie je dat eventueel zitten als een soort intro dat zij belde? En ik dacht, oh nee, absoluut niet, maar bon, je begint er dan wat over na te denken. En het zit ook wel een beetje lijnrecht in hetgeen dat ik professioneel doe. Het is het einde van het gerechtelijk jaar, dus er is ook ruimte voor. En ik had dan ook gevraagd, wie zijn de anderen? Ik had dan ook gehoord Bieke en dan, ja, Kim wist ik dan ook. En de rest kende ik dan al van de vorige stukken. En dan dacht ik, ja, we zijn 50. Allee, jij bent ja, nog wel, ja. Ja, dat heeft bij mij ook wel meegespeeld. Why not? Ja, ja, dat is waar. De reden dat ik dit doe, als al zorgen dat het goed is. En ik wil wel winnen. Ja, nee, ik heb het script nu helemaal gelezen. We hebben beide veel mogelijkheden. Mijn pleidooi moet ik nog nalezen. Daar heb ik het script nog niet om begonnen. Ik wil echt winnen van de echte advocaat. Ja, het gaat, in principe gaat het niet over winnen of verliezen, want het is natuurlijk fictie, het is een script, dus wij zeggen wat er in ons script staat. Maar het is wel fijn voor het publiek natuurlijk, dat zij op het einde zullen mogen beslissen, hè, schuldig of onschuldig. Ja. Ik heb nu 53 assises achter de rug, echte assises, waar ik denk ik voor de helft voor de slachtoffers is opgetreden. Dus dan speelt je eigenlijk wel een stuk die rol in. Ja, de ondervraging van de getuigen, op welke kant dat je staat, is eigenlijk, het is die ondervraging. Een pleidooi is een pleidooi. Maar het is voor mij natuurlijk ook wel iets leuk dat de mensen dan niet, ah, er is een advocaat weer, maar dan van het zijde van het Openbaar Ministerie, ik mag het dan opnemen tegen Bieke die dat heel goed gaat brengen. En ja, het wordt spannend, het is enkel. Ja, ik hoop dat ik daarmee geen achterstand heb. Dat niet het publiek denkt, ah ja, maar die advocaat in het dagelijks leven, dat zal wel niet juist zijn. Ja. Terwijl dat je dan dat dingeltje hebt van een Bieke. Ja. Alles ga ik gebruiken, ja, hè, ja, ik alles ook. Ga ik gebruiken. Ik ook, ja. Je ziet. Ik vraag me af of jij gaat proberen een personage ervan te maken, of ga jij jezelf... Dat is een heel goede vraag. Hè, want... Ik denk dat ik wel er een stuk een personage van ga maken, maar dat ik ook onlosmakelijk wel een stuk van mezelf daarin ga brengen, omdat het mijn beroep is. Als jij morgen in een toneelstuk Nieuwsanker moet spelen. Nieuwsanker moet zijn, dan zit jij een nieuwsanker. Ja. En dat is ook de reden dat ik dit doe. Als ze mij nu vragen om de stervende soldaat in Wereldoorlog 2 te spelen, nee, daar ga ik niet om beginnen. Ik zou je dat wel eens heel graag zien. Ja. Dat is misschien voor ooit, voor later, als ik op pensioen ben. Maar nu is dat... Ja, ik zei het er straks, oké, mensen zeggen dan, ja, waarom doet je dat? En past dat bij je job? Ja, als ik dit niet kan doen, dan kan ik die andere job ook niet aan. Dit is een keer vreugde brengen, is met heel toffe mensen iets doen, die een band, die een dynamiek. En dat geeft mij onwaarschijnlijk veel energie. En de samenstelling is ook zodanig dat ik me heel hard op mijn gemak voel. Want dan met Kim en met Bieken en dan met de anderen ook. Dus ja, let's do this. Let's go for it. Ja, we gaan ons proberen gewoon keihard te amuseren ook. Hè? En het publiek natuurlijk. Mm.